Inmiddels zijn we heel even verder, maar het is nog steeds mis. Ja. Het is nu helemaal mis. Ja, hè? Ja. Want wat is er precies aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Kijk, er is zoveel gebeurd, met name het laatste jaar. Hè? Er is een pijp gescheurd, er is een injectiepijp afgesloten. Er is een andere pijp is in onderzoek nu, op last van staatstoezicht op de mijnen. En dat is ook heel hard nodig, want die kan net zo lek zijn dan de andere ROW2. Ja. En de NAM zegt allemaal wel steeds van, jongens, niks aan de hand, het gaat allemaal goed hier, het gaat allemaal perfect. Maar wij zijn een heel andere mening toegedaan en dat wordt ook al gestaafd met allerlei dingen die wij ontdekken waar het allemaal mis kan gaan en waar het ook misgaat. Ja. Want wat hier gebeurt, Herman Finkes, die heeft ons een enorme zet gegeven. Ja, ik had het al gehoord, Herman Finkes. Normaal begin ik de Hofbar altijd met gewone mensen, maar nu hebben we dus eigenlijk ook Herman Finkes hier gewoon tussen staan. En dat is, hij is ook een gewone man. Mag ik even voor u voorbij gaan? Ja, dat is toch wel een goede dag. Wat een eer om u, te ontmoeten. Ja, schil weer de zijs. Ja, u staat met deze buren ook. Hoort u bij het actiecomité, zou ik maar zeggen. Is dat dan, wordt u dan eigenlijk voor het karretje gespannen omdat u bekend bent? Of is het ook dat u echt zorgen maakt? Nou, ik laat me graag voor dit karretje spannen, ja. Want wat is het dan voor afval eigenlijk? Want wat is het? Is het dan zo erg? Want, Op zich is al wat in de diepe ondergrond zit, moet überhaupt al niet naar boven komen. En er wordt water ingebracht, afvalwater van de NAM, dus met olieresten. En daar zitten al giftige stoffen in, maar er worden ook giftige mijnbouwstoffen aan toegevoegd om die buizen te beschermen, de apparatuur te beschermen. Oh ja? En dan zou je echt kunnen zeggen van stop met die oliewinning, dat is echt het beste. Als die boos is, is hij helemaal niet zo grappig, hè? Nee, daar valt het heel erg mee. Hij is wel net als wij, we zijn het zat, hè? Ja, ik vind in ieder geval niet veel een klapsigaar zo wel leuk. Grappig, maar dit is wel heel erg... Ja, dit raakt, hè? Forceerde humor, zeg je dan. Ja, nee, ik snap het. Ja. Nee, dus, ja, maar ligt u er ook wakker van? In het begin wel, ja. Want in het begin had ik... Toen het me echt tot me doordrong, toen wilde ik het eigenlijk niet geloven dat het zo ernstig was. Ik dacht, dat doen ze toch niet? Dan loop je hier door het bos en dan denk je, 1100 meter diep, gaan ze iets doen met die grond? Waar Van de NAM zelf ook niet precies kan voorspellen wat er mee gebeurt. Dat hoort bij de jaren 50. Hè? Als ze maar geld opleveren, Maar die tijd is al lang voorbij. Zit iedereen hoog, hè, hier? Ja. Is er in al die jaren nog vertrouwen eigenlijk in een bedrijf als de NAM? Eigenlijk niet, nee. Wij zijn het vertrouwen helemaal kwijtgeraakt. Ze hebben wel in het verleden al heel veel beloftes gedaan die ze niet zijn nagekomen. En meneer Vroemen die zegt nu ook van, we werken ernaar om in Twente te stoppen, zodat we het in Drenthe kunnen laten. Maar dan moeten ze daar in Drenthe nog wel aan meewerken. Dus dat is ons eigenlijk blij maken met de dode mus. Want dan willen ze in Drenthe ook niet aan meewerken. En we moeten het ook niet doen. We moeten het probleem niet verplaatsen van Twente naar Drenthe. We moeten het in heel Nederland nergens willen. Nee. Om een giftige afvalbelt onder de grond te creëren. Ja.